Zo, het is vandaag zondag en ik heb vandaag wedstrijd. Ik ga Blondie helemaal poetsen. Ik zou je vertellen, ze is vies. Hier ga ik ook vlechten. Ik ga poetsen. Wacht, de vorige keer was ik er niet op voorbereid. Eén moment. Ik ga een schep pakken. Die ligt hier. En die ga ik alvast bij je kont neerzetten. Dus deze. Oh nee. Oh. Het is echt heel erg. Ik heb een poepstreep. Oh nee, 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 nee. Wacht, zie je dit? Daar. Oh nee, dit moet ik nu gaan schoonmaken. Oké, ik heb iets van een doekje nodig. Oké, ik heb een muziekje opgezet. Dan wordt ze helemaal rustig van. Zo, alle vlechtjes zijn gemaakt. En één knotje. En nu ga ik de knotjes afmaken. Dankjewel. Ja, hallo Bonnie. Ben je bereid aan het zijn? Nee. Nou, ons testje gaat aan haar eerste BB-proefje met onze Miss Blondie erin. Spannend. Ik ga het even voorstellen. Daar is Chris, die gaat lezen. Heb je het goed gedaan? Ik ben alweer sweetie bel. Heb je Miss Blondie gezegd? Ja. Goed zo. Oh, ze draait wel lekker rustig zo, netjes hoor. Oh, we gaan beginnen. Gelijk de volgende proef. We gaan nu naar BB 2. Zo, ik heb een wedstrijd gehad en Blondie die heeft nu een kuifie. En het ging rustig, dus het ging goed. Ik ben super trots op haar en ook op mezelf wel een beetje, want ik ben gewoon rustig gebleven. En ja, dan gaan we zomaar naar de prijsuitreiking. De officiële prijsuitreiking, Heden. Christine is de baas. Dus nou, muziekje erbij. Misschien wil Altwin even zingen. Oh, dat is jammer. Nou, dan gaan we over tot de prijsuitreiking van de BB Ponies. In de eerste proef is op de eerste plaats geëindigd Tessa Ottenhoff met Blondie. Gefeliciteerd, Tessa. Goed gedaan. Hier is je protocol. En je rosette. Dankjewel. En je beker. Dankjewel. Yes. En in de tweede proef gaan we ook maar meteen mee door. Is een, op de eerste plaats geëindigd met 185,5 punt. Tessa Ottenhoff! Yay! Wauw! Alsjeblieft. En gefeliciteerd. Nou, ik heb mijn wedstrijd gehad. Ik ben twee keer eerste geworden. En dat hebben jullie ook gezien. Ik pak even de mooiste beker erbij. Tada! Ik vond zelf dat het erg goed ging. Maar wat vond jij er eigenlijk van? Ik ben heel trots op jullie allebei. Vooral op jou, omdat je gewoon gereden hebt zonder druk of plukken of boos worden of frustratie of weet ik veel wat. Dus ik denk dat voor Blondie een hele goede ervaring was.
En ik ben wel verbaasd dat je in de eerste proef minder punten hebt dan in de tweede. Want ik vond je in de eerste proef eerlijk gezegd iets beter dan in de tweede proef. Toen was je nog meer ontspannen. En toen ging het heel goed in die eerste proef. En toen merkte ik dat je dat nog een keer wilde doen in de tweede proef. En de tweede proef kende de jury. Ken jij de jury ook een beetje? Tenminste, je hebt jou vaker gejureerd. Dus ik had het idee dat daar de druk wat hoger was. En dat je dan het nog beter wilde doen. Waardoor het eigenlijk iets slechter ging. Maar het was alsnog heel netjes gereden. Ik vind het gewoon knap dat je niet gefrustreerd raakt. En dat je pony een fijne ervaring geeft. Dus dat vind ik gewoon tof. Daar ben ik trots op. Goed gedaan. Volgens mij, de jury die ik deze keer had, heeft alle keren dat ik met een pony heb gereden. Ze heeft Sterren gezien, ze heeft Bella gezien, ze heeft... Volgens mij heeft ze ook een keer gejureerd toen ik met Verona ging rijden. Ja, dat klopt, ja. Dus ik heb ook één keer met Verona gereden, was er ook bij. En nu ook met Blondie, dus mijn eerste en tweede keer. Dus ik ben super blij dat zij er ook bij mocht zijn de hele reis. Een leuke jury is dat ook altijd. En die schrijft ook altijd heel veel protocols, dan kan je daar ook iets mee. Ja. Wij gaan eten.